Yo, kijkers van IMT, vandaag met een nieuwe aflevering van GTA 3. En ik kan zien een beetje anders klinken, ook mijn neus een beetje verstopt op zitten. Ik ben een beetje verkouden, ik weet alleen niet waarom. Want het is buiten echt prachtig weer en ik ben verkouden. It is impossible to overestimate the importance of etiquette in this line of work. To my eternal shame, a man once did me a favor, and I've never had the opportunity to repay his kindness. The man's weakness is motor cars, and he has requested that we acquire him certain models for his collection. Needless to say, we must give him the cars as a gift to repay the debt that I owe him. You must obtain the cars on this list and deliver them to a garage behind the car park in Newport. My honor demands it. Oké, we gaan een paar autootjes jatten. Dat zou niet al te moeilijk moeten zijn. Alhoewel, het wordt toch een stuk moeilijker. Ik weet dat ik een iets snellere auto meegenomen. Dat is die achterste hier nemen. Ik weet niet wat de andere volgorde is. Maar we doen gewoon maar iets. Die kant, lijkt mij, deze kant. Oké, in ieder geval de eerste is dan hier. Dat de GTA-wereld niet echt enorm huge is, deze in ieder geval. Hier achter denk ik. Hier naar boven. Kijk, doe gewoon zo. Ik heb die kant op gassen. Kijk, dan hebben we die tenminste op binnen een minuut. Ik wil even kijken waar ik precies naartoe moet rijden. Die bed is de car. Could have been mint. Moet ik zo naar de purple, de pink toe? Dit is, ik heb toch damage. Dan heb ik toch niks uit. Niet wat raak. Dat ik maar een beetje extra. Toch een beetje snel zijn, dus. Maar goed, ik wilde een van de vesten. Gekozen heb. Jezus. Mensen ook tegenwoordig kunnen echt niet meer rijden. Volgens mij moet ik ook echt letterlijk hier naartoe. Ergens. Somewhere. Waarom doen mensen nu de hele tijd net te appen? Hier? Nee, hier is niet de parking. Oh, daar is pain spray. Handig. Goed en duidelijk aangegeven, zeg. Jezus. Dat had ik natuurlijk ook kunnen doen bij de vorige missie. Ach, moest ik nog ergens parkeren? Maar waar moet ik parkeren dan? Niet hier dus. Nee, niet hier. Oké, okay. Even uitzoeken waar ik moet gaan parkeren. Ik denk heel in het noorden, denk ik. Gaan we daar eens naartoe. Gaan we eens kijken. Moet ik hem daar neer dumpen? De auto. Uiteraard. Wordt weer beschoten. Helemaal uit. Nee, de auto moet ik jatten. Oké. Okay. Dus we gaan dus naar die andere. Repair the car. Seriously. Return. Abort the mission. Abort, abort. Oké, kogelgas is niet erg, maar een kras erop wel. Oké, vrij interessant. Hier is dus de pain spray. Echt leren rijden, jongens. Het is echt niet goed hoe ik rijd. Dan gaan we weer. Return. Made it. Return. Ik ben echt bloep, jongen. Jesus. En nog een poging. En nu niet ergens tegenaan rijden, Ido. Dat zou heel erg handig zijn. Vooral nu. Weinig tijd. En niet weten precies waar ik naartoe moet. Dus we moeten helemaal deze kant op. Waarschijnlijk. Ook een parkeerplaats. Weet je wat? Wat is hier? Hier moet ik ook een auto jatten. Hè? Moet ik nog echt bij Pink parkeren?
Maar waar dan? Waar wil ik hem parkeren? Waar? Dat wil ik weten. Dus ga weer terug. Graag zonder kras. Dank u. Waar is dat dan? Nog boven ergens? Echt een flauw idee. Seriously? Hier? Ik zie dus gewoon hier parkeren. Oké dan. G fucking G. Dit had ik niet zien aankomen. Nou, hoezo? De missie ga ik toch niet meer halen. Dus ik hoef zo de tijd aflopen. Dus ga ik even terug naar K. Deze slomme bak. Omdat ik iets te laat een auto vind, pak ik die. Ik zou veel sneller. Die bus had ik wel snel zijn, jongen. Jezus. Ik heb wel genoeg pk's. Eén wat zeker is. Ik heb de gek volgens mij. Of er is iets wat erop lijkt. Op 38 seconden is de missie ook zo afgelopen. Dan is hij gefailed. What the fuck? Hoe was het zo hard aan de knal? Ik kwam echt gewoon totaal niet hard aan. Hier dan naartoe en dan deze kant op. En dan een keer ergens deze kant op of zoiets was het toch? Ja, kijk, kun je het weg. Woe, is ook de eerste keer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En dan. Too slow. Too slow, man. Too slow. Ik heb iets anders zetten. Iets meer zo. Ik sneller weg. Deurtje loslaten natuurlijk. Altijd makkelijk. Grand Theft Auto. Hier komt dus de naam van de game vandaan. Oké, we gaan dus eerst die auto erachter ophalen. Die nog het verste. Dan gaan we de ene verste doen en dan gaan we degene die erbij is. Dat vind ik een hele goede combi. En het weer is ook heel erg mooi. Oké, die was daarachter te vinden. Dan kon ik via deze manier heel makkelijk bij. Ik heb een politieautootje nog uitgevonden. Dan was deze kant op en dan hier omhoog rijden. Gewoon letterlijk dit. Klaar, ik ben er. Neem deze auto mee. Het liefst alleen zonder schade. Oké. Wel een klein beetje schade volgens mij, maar niet echt heel veel. Wat op zich nog wel redelijk te doen is. Het mooi mistig te worden. Dat is echt een gemiste kans. Ja, slecht woordgrap. I know. Klop. Dan lag wat. Weet je niet wat? Maar het boeit me nu ook niet. Het boeit me meer deze auto weg te brengen. Zo, mensen dan niet random af. Niet zo. Eentje verder, twee verder. Hier. Ja, perfect. Dan gaan we hierin. Dan gaan we hier naartoe. Kijk, die gaat een stuk beter. Kijk, die staat. Get out of the vehicle and walk outside. Nee, die kost me 2 damage. Wat? In die kleine val kan ik zelfs nog. Ik snap het autootje in en dan gas geven. Jammer, alleen van die disco erbij. Maakt het silence werk al zo moeilijk. Ja, een stukje deze kant. Hier ook een stukje die kant. Jongens, stap maar met die disco. Nergens voor nodig. Als zo'n autootje meteen had, die daar net stond voor het verkeerslicht, word je een heel stuk sneller geweest. Maar in principe zou 6 minuten echt wel zat moeten zijn. Of ik zo'n auto kan jatten. Dankjewel, jongen. Dat is een mooie bak, jongen. Dat wil ik wel heel graag hebben. Jezus, het stopt letterlijk gewoon de neus uit. Rockstar, wat pixel art.
Hou ik van. Die images die gewoon lekker pixelated zijn. De resolutie. Oh, daar hou ik echt van. Nostalgie. De grafische kaart nog draaide op aardappels. De meeste van jullie kennen dat misschien niet meer, maar ik nog wel. Dit is wat altijd een grap is van mijn school. Naar de surf draait ook nog heel veel aardappel. Een beetje de grap op school. Van dat nooit altijd alles alweer even goed geregeld is. Zo vaak is op een opleiding. Nooit alles is even goed geregeld. Bijvoorbeeld voor het huiswerk. Dat is altijd het probleem. Vooral bij mij. Meer dan 60 uur in de week. Naar school. Nog een 40 uur getekend heb. Wil ook een beetje harder leven. Op contractbasis staat van alles, maar je hebt er geen ene rol aan. Oké, maar eerst die laatste auto. Laten we die even pakken. Zonder lekker op banden lekker te schieten. En dan kan je helemaal niet tegen die fietsauto aanrijden. Die geeft wat meer ellende. Stop nou met schieten, ik doe jullie toch ook niks. Gewoon één autootje meenemen. Dat is eigenlijk alles. Dat is wel leuk, kom je van het ziekenhuis af? We hebben meteen weer overhoop geschoten. Extra graag een beetje vrij wil hebben van het werk. Dat je ziek bent. Wegen de ziektewet. Dat zou kunnen. Maar dat zou ik niet aanraden. Jongens, deze auto moet heel aankomen. Niet in 10.000 stukken. En zo lekker als een mandje. En een deurtje open. Autootje erin. En uitstappen maar. En dat was hem. Car delivered. Mission passed. Ik ga hier deze aflevering afsluiten. Ik zeg in ieder geval, laat een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.